Ik ben een Winsum en na 5 jaar zelf kung fu beoefend te hebben, tang, tak, tang, gaan we iets totaal anders doen en weer iets waar ik niet goed in ben. Karate. Ja, wat kom je doen? Ja, ik wil eigenlijk wel meer weten van karate. Ja, maar joh, je bent veel te laat. We beginnen om 7 uur. Ja. Ga er maar weer uit. Ik ben... Pak aan in eruit, kom op. Hij is streng. Wat is nu? Wat is nu? Eerst even 20 keer opdrukken, dat is je straf. Discipline. Op je knokkels uiteraard. Je mag zelf tellen in Japans. Ich, ni, hats, go, yo. Nu mag je meedoen. Buik. Jij ook, Martin. Op je knokkels. Ich, hats, go. En lopas. En draai om. En lopas. Wij doen full contact karate. Nou, de naam zegt het al, full contact. Je moet elkaar eigenlijk zodanig een beuk geven dat je dus of knock-out of knock-down gaat. Hoe staat de club hier in Nederland? Nou, die staat vrij hoog. De 4e school van Nederland. Oké, dat is goed. Ja. Volgens de legende ligt de oorsprong van karate in China en is het bedacht door een boeddhistische priester. In Japan is het verder ontwikkeld tot de huidige vechtsport. Karate werd eeuwenlang in het geheim beoefend, tot het in 1901 opdook als onderdeel van een onderwijsprogramma op een middelbare school in Okinawa. De vorm van karate die in Winsum wordt beoefend, het zogenaamde Kyokushin, staat bekend als de hardste vorm van full contact karate. Nou, Francine is net naar de WK geweest, hè, Francine Reiziger. Okay. Ja, die is ook Nederlands kampioen is geweest. Je bent de enige meisje hier bij de club? Ja, nou, er zijn nog wel wat jongere meisjes, die trainen nog bij de jeugd. 21 jaar? Ja. En dan mag je met het WK meedoen? Ja, ja, ja. Nou ja, het is een hele mooie ervaring, ja. Eén ronde heb je meegemaakt. Ja. Had je net pech met de loting? Of? Nou ja, het waren misschien wel mensen die toch... wel makkelijker had kunnen hebben. Ja, als je straks met het Nederlands kampioenschap meedoet. Ja, ja. En je gaat gewoon winnen. Ik ga erheen om te winnen, ja. Dennis Carmio, 17 oktober gaat hij deelnemen aan de Open Nederlands kampioenschap. Denk je dat je straks bij de Nederlands kampioenschap een kans hebt? Ik zeg niet dat ik de beste ben, maar de beste hoeft niet te winnen. Ja, maar als ik naar je kopje kijk, zeg maar, dan denk ik van, een lief jonkie. Ja. Ja, die, als je hem op straat tegenkomt, denk ik van, nou... Maar dat is ook zo. Wat is jouw specialiteit? Beuken. Ben je vroeger zelf ook een topper geweest? Of? Eén keer Nederlands kampioen geweest. Ni, San, Chi. Ja, het is 3 tellen. Ja. Het is een wasari. Ik zal je dan een ippon laten zien. Ik ben op het lichaam bezig. In één keer komt die been eraan zo op zijn hoofd. Ja, en hij blijft liggen. Ech, Chi, go. Zo langer dan 5 tellen. En dan gaat de vlag gaat van wasari naar ippon. Katsi. Dan heb je gewonnen, is het klaar. Hebben jullie ook iets ter bescherming? Met name in de training. Scheenbescherming noemen we dat. Ja. Dan kun je dus ook naar het hoofd trappen zonder dat je elkaar pijn doet. In de wedstrijd mag je ze niet doen. Nee. Dan heb je geen bescherming behalve een tok. Hoe goed is Dimitri? Ja, hij is 2-voudig Europees kampioen. Dan pak ik die. Dat deed pijn. En dan pak ik die andere. Ah! Ja, ook niet. Ah! Oh, niet met de taak. Nou, dit was duidelijk. Daar lig ik weer. Het is iedere week hetzelfde. Jongens, even de kussens. Kussen klaar. Kerel, wat trap jij? Lichaam en geest is één, zeggen we altijd. Op een gegeven moment, als je het even niet ziet zitten, dan moet je toch proberen door te gaan. Tiffo. Ik hou niet meer. Kom op, nee, doorgaan. Ja, ik ben echt kapot. Kom op, Asje. Kom op. Rechtop, rechtop, bewegen. Bewegen, bewegen. Het is echt zwaar. Hey, de bal! Zou ik een tijdje kunnen sparren? Even. Ja, ik zou heel voorzichtig met je zijn. Goed elkaar. Mooi. Hatsume! Ik geef op. Dan gaan we nu afgroeten. Mokso, ogen sluiten. Mokshime. Hey! Hosh, die kan op, Martin. Domme, ik had ook eens een mes! Hosh! Ik vond het heel dapper dat je meedeed. Ja, ook de gevecht van Francine. Ja. Maar één ding moet ik toch zeggen. Het is 34 jaar karate. Iedereen hier in deze dojo, die begint met de witte band. Ja? Als je nou maandag begint te trainen, en dan misschien over 10 jaar, dat je die zwarte band kunt dragen. Hosh! Sorry. Hosh!